Ja, gezellige boel daar. Hier alweer mijn laatste overzicht totdat ik straks rond 12:15 afscheid van je neem. In 1 en 2 weekend zien we onder andere een frontale botsing in de Eitunnel. En een grootscheepse politiecontrole in Amsterdam, waar heel wat boetes en arrestaties vielen. Daarna om 11:30 gaan Menno en Theo weer eens bedenken hoe het nou eigenlijk hoort. Of ze er vandaag dan achter komen, dat zie je er straks. En tot slot de nieuwste Mazda MPV, de Fiat Panda en heel veel actueel autonieuws in de Heilige Koe. Dat allemaal later, want nu Wielklem & Co. een heel nieuw programma. Wie kent het niet? Parkeerellende. Een bon, een wielklem of je auto weggesleept met alle enorme kosten van dien. Pure ellende dus. Maar het leuke is dat wij er een programma over hebben gemaakt. En er om naar te kijken, dat is natuurlijk wel leuk. U bent de bestuurder van deze auto? Dan krijgt u van mij een bekeuring. Dit is geen manier. Nee, ik moest even iets binnenhalen. Ik ben er net. Jammer. Ja, ik moet alleen maar centen pakken. En dan ben ik weg. Ja? 5 minuten dan. Meneer. Staat dubbel hier. Ja, maar ik moet even schilderij opleveren aan de overkant. Ja, maar het geeft je reden dat de dubbel mag staan. Ik dacht dat we laten los gaan staan om ja, ons schilderij. Willen we een bekeuring hebben of niet? Want, 1 minuut? Excuses en smoesen. Herkenbare situaties voor de meeste automobilisten in de grote steden. Die direct te maken krijgen met het parkeerbeleid. Neem deze man. Komt hij nou op tijd of niet? Je moet lossen. Je staat in een stopverbod. En er is daar een lade loshaven. Nee, dat dacht u niet. Het is al midden op de rijbaan, dus het kan nooit een laden loshaven zijn. It's 130 guilders. If you pay it and you come back to the car, the claim is already removed. So. And here is also on the address which trams you can take. Wat is dit? Weet je wel mensen hier komen staan? Draag gewoon maar op mij, draag. Kijk nou. Bij Corrie en Vera in Rotterdam is de sfeer wat grimmiger aan het worden. Een omstander die er eigenlijk niets mee te maken heeft, maakt van de gelegenheid gebruik om zijn gevoel te uiten naar de parkeerpolitie. Kop zou ik ook hebben. Niet nog gelijk. Dit zijn Koert en Rob, slepers in Amsterdam. Mannen die hun werk al jaren doen en telkens weer met een groot enthousiasme. Ze hebben leuk speelgoed bij zich. Deze mevrouw ervaart de consequenties. Dus ik ben 5 minuten ben ik hier. Ik woon hier op 63. Ik kan me haast niet voorstellen dat een collega zegt dat het oké is. Want u staat langs de gele streep. Ik liep naar de... Ja, omdat ik dan mag je niet eens stilstaan. Had. Ik moest even mijn boodschapjes in de ijskast zetten. Ik ben 5 minuten binnen geweest. Ze mocht even in de ijskast zetten. En toen heel erg gehaast. Toen zei ze, ja, doe maar heel snel dan. Dus dat heb ik gedaan. En nu zie ik dat u hier... We zijn weer terug in Rotterdam. En daar hebben Corrie en Vera het druk met dubbelparkeerders. In het algemeen zijn Rotterdammers al niet op een mondje gevallen. En zeker niet in de omgeving van de Nieuwe Binnenweg. Ja, weg met die wagen. Ik moet er staan. Kom aan. Maar we moeten wel weghalen. Ja. Hij kan de Rode Straat ook daar neerzetten. Hè, waar ga jij naartoe? Ik kijk even waar de ruimte is, dan kan ik het ook op een hoekje zetten. Haalt u hem weg, anders bestel ik nu een takelwagen. Oké. Okay. Ja, dat klopt.
Goedemiddag, mag ik nog vragen? Ja, het gaat om de Victor Victor Dirk Leo 13, een witte Opel. Maar als het een beetje mee zit, dan gaan ze nu toch eieren voor hun geld kiezen. Nou, we zullen u niet wegslepen, maar we hebben wel een procesverbaal. Oké, bedankt. Ook bedankt. Goedendag, mag ik wat vragen? Ik ben een buurtbewoner. Ik zie net van die actie die ik hier gezegd wel goedkeurd. Maar op die manier zoals je dan zelf je parkeert, je wagen ging parkeren, is dat normaal dan? Hiervoor bedoelt u? Nee, uw eigen wagen die net daar stond. Ja. Midden op de weg, ja. Blokkerend voor alles. Is dat dan normaal? Nee, maar wij moeten toch een manier vinden. Nee, u was met 3-4 mensen, dus u kon uitstappen, kon die andere doorrijden. Ja. Dat klopt, dat hebben ze ook gedaan. Ja, na 2 minuten. Sorry, net die lange sliert die staan met de toetsen. Trouwens, dat is al gefilmd. Ja. Nou, ik heb er verder niet op gelet, dus daar kan ik u helaas geen antwoord op geven. Dus u hebt misschien waarschijnlijk dezelfde fout gemaakt als degene die andere fout hebben gemaakt. Ja. Dat blijft toch hetzelfde? Ja, dus jullie maken fouten, gaat u er ook een fout op maken? U belemmert het verkeer, het was een levensgevaarlijke situatie. Een file, toeter als een gek, en dat vindt u dus normaal? Ja, u spaart in ieder geval 400 gulden sleepkosten uit. Maar ja, niet meer doen, het is een gele streep en je mag er niet stilstaan. Als de collega zegt, nou oké, 5 minuten, doe het dan maar even snel. Dan spreken jullie elkaar wel tegen. Nou ja, het enige wat zij misschien gezegd kunnen hebben is van wij doen er niks aan. Het mag niet. Ik zoek voor het verkeerbeleid hier, ik wacht hier al verkeerd. Maar de parkeerbeleid is overal hetzelfde hoor. Als er een gele streep is, mag je er niet staan. Nee, dat weet ik. Dat ben ik fout geweest. 5 minuten van meteen dit. U mazzel dat u erbij komt. Komt u een minuut later, bent u weg. Dat zou ik maar even doen, want anders kost het een beetje meer, hè? Dat is achteraf. Ja, ik zag het. Op dat moment, meestal werk je met z'n tweeën. Je stapt met z'n allebei uit. Want als mijn collega's schrijven, stap ik ook uit om mee te kijken. En dan is het niet zo. Dus het hangt van de situatie af. Nou waren er anderen bij en die rijden. Maar nou moesten al die wagens moesten gaan draaien over het trottoir. Ja. Die mensen op de tram moesten opzij gaan staan. Er wordt getuiterd als een gek. Die twee mensen in die bus, die reageerden ook niet. Terwijl deze discussie in Rotterdam nog wel even doorgaat, trekt Rob in Amsterdam zijn materiaal terug. De sleper in hart en nieren laat het deze keer bij een bom. Het wordt dus 90 in plaats van 300 gulden. Het verkeer wat daar aankomt, kan sowieso al niet op een normale manier doorrijden. Nou, ja? Langs u nog wel, dus... maar langs u niet. Nou, oké. Okay. Dat is uw mening. Nou, dat vind ik ook. Ja. Dat mag. Dat vind ik ook, ja. Nou, goed, wij treden gewoon op het moment dat we zo'n feit constateren. Ja. Goed. Ja, en dan zetten we gewoon onze bus ervoor en op het moment dat we staan schrijven... Maar elke keer als een bekeuring uitgedeeld, krijgen we die rare situaties. Ja. Ja, maar we krijgen dus rare situaties door motorvoertuigen die zo geparkeerd staan. Ik zit met die janken niet om die 90 piek, maar gewoon uit kwaad. Hè. Ik zit gewoon zo lachelijk gewoon. Ik vind me echt... Weet je, wij willen gaan verhuizen, ook in het centrum. En het weerhoudt je gewoon van om een huisje te kopen. Je steekt zoveel centen iedere keer in die meters. En dan sta je 5 minuten even hier en dan krijg ik... Nou, er gewoon geen woorden voor. Ik vind het echt lachelijk. Nou, dan weten we dat dan. Bedankt. Ja? Oké. Prettige dag, meneer. Ja, prettige dag. Dank u. Oh. Dikke kont, hè? Allebei dikke kont. Allebei hebben ze dikke kont van zitten. Kijk maar. Hey, zie je later. Die is shuffert. Maar nou zijn ze een beetje pissig. Een groot deel van de mensen in Amsterdam zit ontspannen op een terrasje. Terwijl even verder iemand het huilen nabestaat aan het lachen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Mijn auto tegenwoordig in Amsterdam-Noord. En dan ga ik mijn pontje over, want omdat het me gewoon te veel geld kost. En dan sta ik 5 minuten even hier en dan vind ik het zo oneerlijk dat... Terwijl jullie collega's zeggen, nou doe maar even, als je maar snel bent. Nou, dan word ik gewoon hartstikke... Nou, dat weet ik ook niet. Wij komen hier aan en er staan hier een paar auto's op de brug. Ja, dat begrijp ik. En die anderen gaan weg en u bent de laatste. En ja, er is niemand bij, dus dan... Als je eens wist hoeveel geld ik iedere keer gewoon op een avondje gooi 20 piek in. En dan, het kost zoveel geld allemaal. En dan dit, dat vind ik gewoon oneerlijk. Dat vind ik echt oneerlijk. Klemsters in de omgeving van de Wallen. De echte Amsterdamse Spiranza en Sonja. Ik ben dan in 94 in dienst gekomen, dat is 5 jaar geleden. Ja, toen was het eigenlijk wel normaal.
niet echt bijzonder meer dat je een vrouw bent en je komt hier werken. Kijk, voor de omgeving is het natuurlijk wel als je tegen mensen gaat zeggen van ja, ik werk bij parkeerbeheer. Oh, dan zit je zeker op kantoor. Nee, ik zet wielklemmen. Dat is dan wel heel bijzonder. Dat, Ja. In het begin, toen ik dan echt in dienst kwam, toen was ook echt de mensen op straat van hé, wat is dit? En doen jullie dat werk? En ken dat wel? En, dat heb je nog steeds wel hoor. Dat mensen op straat zo reageren. Vooral als je met twee vrouwen zit natuurlijk. Van oh nou, twee vrouwen, kunnen jullie dat wel? En krijg je niet veel commentaar. En, Nou, ik denk dat wij meer teweeg brengen dan twee mannen op de auto, hè? Ja, dat denk ik. We hebben alles onder controle. Ja.